Was de bibliotheek vroeger misschien een beetje stoffig en saai? Anno nu is het steeds meer een plek waar je kunt ontmoeten, genieten en kennis kunt nemen van heel veel zaken. Vandaag opent wethouder Mario Immink de We Helpen ontmoetingsplek. Vanwaar deze ontmoetingsplek? Het is toch eigenlijk een digitaal platform? Dat klopt. We Helpen is een digitaal platform, maar we merken dat heel veel mensen ook behoefte hebben aan een plek waar ze elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten, hun vragen kunnen stellen en geholpen kunnen worden om hun vraag op dat digitale platform te stellen. Hoe zijn de bibliotheek en Kantoor de Twerren eigenlijk bij elkaar gekomen? Wij werken al vaker samen, bijvoorbeeld op het gebied van themabijeenkomsten. Ik vind de bibliotheek een fijne plek om een bijeenkomst te organiseren. En het is ook een inspirerende plek, omdat er heel veel informatie te verkrijgen is en voor mensen heel gemakkelijk om binnen te lopen, om de vragen die ze hebben op te zoeken. Oké, en landelijk zijn er al wel 10.000 mensen die zich hebben aangesloten bij wehelpen.nl. Hoe zit het eigenlijk in Goorlen en Riel? In Goorlen en Riel zijn er ongeveer 150 mensen die hun aanbod hebben gedaan op Wehelpen en 106 mensen die aanvragen gedaan hebben. Nou, dan mogen er nog gerust meer mensen komen. We willen heel graag meer mensen. Dat is ook de reden om wat publiciteit te geven aan de ontmoetingsplek. En ook juist met die ontmoetingsplek hopen we mensen die het wat moeilijker vinden om online hun vraag te stellen, op deze manier over de drempel te helpen. Superleuk. En jullie hebben een prachtige fiets aangeschaft om ook om meer aandacht ervoor te krijgen. Dat klopt. We gaan op die fiets rondfietsen door Goorlen. We gebruiken hem als dienstfiets. En we kunnen hem ook gebruiken om hier en daar neer te zetten en zo wat reclame te maken voor Wehelpen. Een echte lokfiets. Ja, precies. Inderdaad. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij de eerste Wehelpen ontmoetingsplek. En we zijn heel blij dat onze wethouder Mario Immink de Wehelpen ontmoetingsplek wil openen vandaag. We zijn hier vandaag bij elkaar voor een bijzondere missie, want we gaan namelijk vandaag We Helpen helpen. En dat klinkt raadselachtig, maar dat wil ik jullie wel heel graag uitleggen. Via wehelpen.nl namelijk vind je iemand op een hele snelle manier die je helpt. En je kunt ook aangeven op wehelpen.nl dat je iemand anders wilt helpen. Het is een digitaal ontmoetingsplek voor hulpvragers, maar ook mensen die hulp willen geven. Ik wil gewoon verklaren dat we deze ontmoetingsplek hierbij officieel hebben geopend. Is dit waar de bibliotheek naartoe wil? Ja, precies. We zijn een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dus lekker laagdrempelig. En waarom niet voor instellingen en organisaties? We werken heel vaak samen met andere instellingen. Dus we zijn niet meer alleen de boeken in de bibliotheek, maar ook kun je bereiken zoveel activiteiten en zoveel informatieve ochtenden in de bibliotheek.